photographe. En quelques minutes, garde-le. Herz Jean Rady. Vanaf. We zijn weer terug. Dit is de tweede keer dit jaar dat ik hier ben. Oopsie. En ik ben hier nu voor deze trip alleen voor de supermarkt. Dus daarna gaan we weer op een andere manier terug naar huis. Zoals dat gaat in deze serie. Maar ik had gehoopt op iets mooier weer. En ik voel altijd een beetje druppels. Ik had hier naar het weer gekeken hier. Oepsies. Maar mag de pret niet drukken. Ik vind het eigenlijk wel nog steeds een leuk gegeven dat je gratis naar Duitsland kan. Ja. Dat als student door de week zijn met mijn weekend vrij ook in het weekend. Maar het is nu een woensdag, dus ik heb mijn studenten-OV nog. Oh, wat ga ik dit missen. Dus ik ga... nog even weer het centrum en dan weer terug. Dit stukje hierboven is stiekem misschien wel een van de mooiste dingen van het station. Ik weet niet. Het station halve Rotterdam is heel praktisch. Van Delft is afwezig. Dit is echt achtergedrukt. Maar dit is toch een grote. Voor je stad. Geen idee. Het ziet er cool uit. Ik ga weer terug naar huis. Ik ben ook een beetje moe aan het worden. En ik heb hier iets van 4 kilo extra in de tas zitten. Dus ja. Maar moet ik
keer naar boven gaan als je Arnhem bent. En je hebt ook gewoon daar een auto. Je kan ook via daar. Hi, dit ben ik een paar dagen later. Dat zie je denk ik wel aan mijn haar. Ik was echt helemaal op. Dus ik ben vergeten, want zo werkt mijn hoofd oprecht, om nog te filmen na dat ik in Schiphol overstapte. Maar dat was mijn reis door heel Nederland heen voor mijn gevoel. Ik ga volgende week naar Groningen en Leeuwarden. En dan heb ik eigenlijk alle uithoeken wel gehad. En als ik dan nog tijd over heb, op die donderdag, moet ik even kijken. Misschien ook nog een keer Winterswijk of zo. Toen ben ik ook nog nooit geweest in Emmen. Maar dat is een soort van al twee irritante uithoeken. Want hetzelfde met de Eemshaven, Delfzijl en al die andere nevenlijnen in Groningen en Friesland, dat is een soort van heel veel moeite, dan kom je niet zo makkelijk. En Enkhuizen telt dat ook. Maar ja, dan heb ik eigenlijk zoveel spoorlijnen wel gedaan in mijn leven dat... Misschien nog Paarden en Soest. Nou, ik hou jullie op de hoogte welke ik nog allemaal ga doen. Maar ik moet er nog een paar en dan heb ik volgens mij... alles gereden. Ja, ik moet ook nog een keer naar Enkhuizen, maar daar heb ik echt geen zin in. Ja, dat zal maar moeten. Nou ja. Dat was het. Tot de volgende.